Ik nou de eerste keer bij kwam, hij zei van... Het is een hek nog van, ja, kom je maar niet van tattoos. Ja, het is zelfs zo dat ik je af en toe nog een beetje moe hebben. Ja, inderdaad. Ja, maar zou er iets verslavends in die hengt zitten ofzo? Dat zou kunnen, hè? Ja. En baal ik wel, want dan ben ik nu afgekikt. Hoe is je gezondheid dan? Ja, die gezondheid is een heel belangrijk onderwerp. Ik woog op een gegeven moment 92 kilo. En ik leefde ontzettend, ik was jaar of 40, ik leefde ontzettend ongezond. Altijd laat eten, veel alcohol, heel veel stress. Hoe die zaak op te starten. En we gingen naar een vergadering. En ik had steeds pijn op mijn borst, had ik al een hele week last van. Voordat ik het wist, ging ik van mijn tutter af in de hotelkamer en lag ik op de grond en lag ik in de ziekenauto. En mijn dokter zei, luister jong, ga nou eens gewoon een beetje hardlopen. Ja, ik zei, ja, als ik hardloop, dan ga ik helemaal dood. Huh? Dus toch gewoon hardlopen. En dan ben ik naar Zoest eigenlijk begonnen, 10 jaar geleden. En ik weeg nu 73 of 74 kilo. Dat scheelt 20 kilo. En ik ben volledig afgetraind. En volledig in balans en volledig in controle. En ik ben als mens ook echt, ja, ik denk voor 100% omgedraaid. Ja. Ja, dan kom je te proeven. Ja, ik heb jou leren proeven. Ja. Daarvoor deed ik natuurlijk al die powerlifts en de sterkste man dingen en noem maar op. Ja. Heb jou echt leren proeven wat nu eten eigenlijk is. Ja. En de smaken ervan. Ja, dat is gewoon geweldig. Sindsdien ben ik daar weer verslaafd aan eten. Ja. Precies vereeuwigd, Edwin. Hoppakee, ik ben er blij mee. We hebben natuurlijk een heel mooi bijbelse gebeuren gezet. En eigenlijk, ben je ook wel aardig voor ons geweest met een zonnetje op te hangen. He? Niet verwacht dat ik ooit nog een zonnetje zou zetten. Dat geloof ik. Precies op zijn best, hè? Het is vereeuwigd. Ja, hij staat. Hoe bijzonder is het dat het nu eigenlijk op je been staat? Ik vind het geweldig. Ik ben er zo blij mee. Dat er straks ook kan zijn. Hè? Dat is nostalgie van je kind. Ja. Van je kind zijn dat je hier als kind in die kaai sprong. En dat je hier als kind onder de modder hier rondliep. Ja. En ook stiekem met een gebouw natuurlijk binnen hing. Ja, En dat soort dingen. En het is geweldig. Ja, dat eigenlijk. Altijd dat je voorbij rijdt of altijd dat je voorbij fietst, zie je dat gebouw staan. Wat er ook gebeurt, of die verkocht wordt of niet verkocht wordt of vernietigd wordt of wat dan ook, is dat in ieder geval een been. Ja, hij stapt je been. Ja, dan blijft hij. Ja, nee, die alles niet meer af. Die alles niet meer af. Nou, wat Edwin betreft, het is natuurlijk die mooie verhalen dat hij hier als kind eigenlijk. Hier achter die gebouwen in de modder rolden en dan hier zo het water in doken. Ja, jeugd en jong zijn en ontdekken. Het is natuurlijk, ik kom ook uit een tijd zonder computer, zonder allemaal spelletjes, eigenlijk altijd werken. En dan ja, toch eigenlijk met zo'n graansilo, waar natuurlijk ook het graan voor brood bewaard werd. Hier een eentje verder waar je dus allemaal vis fileerde en noem maar op. Ja, voor Edwin is het natuurlijk ook heel bijzonder als je hier natuurlijk heel veel gespeeld hebt. En als je dit zo ziet, 5 broden, 2 vissen, en dat hij eigenlijk ook nooit had gedacht dat hij nog eens een 2-sterren-restaurant zou hebben. Hey, als je daar zo, ja, je bent in je jeugd dat je speelt en je hebt altijd met vis, je hebt altijd met brood te maken. En als je dan later gewoon een sterrenchef wordt, die eigenlijk 5 keer het beste visrestaurant van Nederland is geweest, terwijl die vissen hier zo groot op een gebouw staan, is bijzonder. Het is gewoon heel bijzonder dat we dat hebben mogen tatoeëren. Weet je wat het meeste van allemaal stoort? Dat gebouw, hè, dat zie je van heinde en verre, zie je dat dus, van Breskens. En heel dat gezicht van Breskens is straks weg. Hè? Dus hij Breskens ga je straks herkennen aan een vrachtgebouw. Ja, dat is vanaf een graansilo. Zonde, ja. Maar ook vanaf zee, hè? Als je vanaf zee komt hier ook, hè? Ja. Dat hele herkenningspunt van Bresjes is weg. Ja. Noem eens even uitgang. Ja, nou ja. Ik snap niet waarom ze dan ook niet zeggen van luister jongens,
dat gebouw moet een soort van geïntegreerd worden in die flatgebouw. Ja. Snap je? Ja, zou ik. Dat zou toch fantastisch zijn? Ja. Dat gewoon die flatgebouwen worden neergezet en dat gebouw wordt geïntegreerd. Dat zou geweldig zijn. Maar ja, dat konden ze schijnbaar niet. Ja, en die gebouwen die nu staan natuurlijk allemaal zwaar verouderd. Er is nooit geen ander onderhoud meer op licht de laatste jaren. Maar er zijn toch een hoop mensen die hebben er toch moeite mee, hoor. Stel je voor als dat een gebouw er rond kunt zetten, hè? Ja, dan blijf je wat gezicht van Brechtje zo. Het zou misschien technisch een beetje moeilijker worden. Ja. Ja, goed, als ze door andere omstandigheden, dat snap ik dan ook wel weer, als ze door andere omstandigheden eigenlijk een dorp helemaal leeggehaald wordt, dat er eigenlijk bijna geen mensen meer komen. En ja, je moet op een andere manier moet je toch ook wel weer mensen hier naartoe trekken. Ja, natuurlijk. Ja. Hey, ik denk dat daar nog wel heel veel. Ja. Dus aan de ene kant snap ik het ook wel, dat ze een keer die stap nemen. Ja. Dus al die bedrijven zijn ook allemaal weggetrokken, hè? Want dat was natuurlijk al lang in de koker dat weg zou gaan. Dan gooit dan eens een tato zo kregen hier op de kaaien. He, wie had dat verwacht? Je hebt bijna een boek gemaakt over de geschiedenis van dit gedeelte. De geschiedenis van de kaaien, ja. Ik denk dat iedere Bresciaan er wel een mooi verhaal heeft. Ja, ja, absoluut. 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 Ja, iedereen waar iets mee gemaakt heeft, hè?